vissen in de polder. Dat kan alleen in Nederland. De herfst komt eraan. En dat is een mooie tijd om te baarzen en weer eens op karpen te gaan vissen. Eerst maar even baarzen vandaag. Bij een vorige sessie ben ik op mijn plaat gegaan en brak de slinger van mijn moletje af. Gelukkig had ik nog zo'n moletje. Alleen toen ik thuis kwam ontdekte ik dat het handvat van mijn hengel ook kapot was. Dus ik vis vandaag met een oud holglashengeltje. Op baars. Ik ben een half uurtje bezig met dit kleine twistertje. Het is niet normaal. Ik heb geen idee hoeveel ik er gevangen heb, maar ik geloof... Ja, elke tweede worp zo'n beetje één. Dat baarsvissen is heel verslavend. En ook heel relaxed. Want je vangt ze allemaal nog voor het taluut. Dus gewoon kleine worpjes doen. Maar ja, omdat ze niet zo groot zijn, ben ik toch wel heel nieuwsgierig wat er achter het taluut gebeurt. Dus ga ik verder met deze shad. 11 centimeter. En ongeveer in dezelfde kleur als waarmee ik gevist heb op baars. Ik heb het een half uurtje geprobeerd met die shad. En niks gezien. Het verbaast me niet echt, want de snoekstand hier is heel dun. En grote baars zit er kennelijk niet. Of in ieder geval nog niet. Nou, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus op de terugweg ga ik nog even vissen met een klein twistertje. De eerste worpen ga ik filmen. Ik zag hier net een paar volgers. Eerste worp 2 aanbeten. Ja hoor. Eerste worp 2 missers, tweede worp is raak. Allemaal van hetzelfde kaliber. Nou, mijn tandempje doet het weer prima. Leuke vis. Net als het eerste half uur, ik ga nog even vissen, zonder camera. Het begint erop te lijken, op de terugweg. Nou, dit moet toch wel een van de betere baarzen zijn, want veel groter zijn ze niet, vrees ik hier. Ik ga hem terugzetten. Een leuke winde op een twistertje, dat overkomt me niet zo vaak. Leuke vangst. Ja, mooi visje weer. Blij mee. Nou, na een paar honderd baarsjes, eindelijk weer eens een snoekje. Hij is klein, maar het blijft een roofvisje. Ik begin nu toch een heel sterk vermoeden te krijgen dat de kleine snoekjes uitgezet zijn hier. Dat is de zoveelste, plus een aantal missers. Ik ga wat grote kunstaars proberen. Misschien vissen toch wat selectiever. Het is weer geen monster, maar het begint er een klein beetje op te lijken. In ieder geval een positieve trend. Ze worden groter.
5 minuten hier en meteen een leuke snoek. Zo mag ik het graag zien. Ja, het is ook perfect snoek weer, ik kan niet anders zeggen. Ik hoop dat hij een beetje in beeld komt, want ik heb nogal wat gemeen tegenlicht hier. Ik zou eigenlijk de camera moeten verzetten, maar ja, dan duurt het allemaal zo lang. Deze moet gewoon vlug terug en dat is nu. Op de eerste 100 meter heb ik nog 4 snoekjes gevangen op dit chatje. Allemaal klein, centimeter of 35. Op dezelfde plek als vorige week, dus dat duidt op een uitzetting. Daarna heb ik een kilometer lang helemaal niks meer gezien, dus ik ga de terugweg iets anders proberen. Op de heenweg kreeg ik op bijna elke worp wel een tik van baarzen, soms meerdere. Maar ja, die chat was te groot. De terugweg gaat dit eraan. En dat moet een feest worden. Want ik heb er zoveel gezien en er zaten best hele mooie tussen. We gaan het zien. Dit is nummer 5. In 10 minuten. Nee, nog niet eens. Nog in 5 minuten, denk ik. En ze zijn gemiddeld wat groter vandaag. Deze is precies 30. En de twee hiervoor waren ook in de 20. Dus misschien ga ik nog wel eens een keer wat leuks vangen hier. Ik ben op de goede weg in ieder geval, denk ik. Dit is nummer 11. En het is een kleintje, dat snap ik. Maar het is heel opvallend vandaag. Want zeker de helft was boven de 25 centimeter. Met een paar rond de 30. En dat is hier echt een uitzondering. Waar ik me wel over blijf verbazen op dit water met zoveel baars. Dat is er weinig snoek zit. Ze kunnen hier met hun bek open azen. De baars die zwemt er vanzelf in. Nou, ik ga verder. En dat was nummer 12. Die heeft mijn staart eraf gebeten. Nummer 12b laat ik even zien, omdat ik een tip voor je heb. Die kleine baarsjes die zijn vaak heel bewegelijk bij het ontraken. Nou, wat helpt, is als je ze op hun rug legt. Daar worden ze een stuk rustiger van. Dan kan je rustig de haak eruit halen. Ik heb er inmiddels 15 en genoeg is genoeg. Het laatste stukje ga ik nog even vissen met een klein streamertje. In de hoop op grotere baars en wie weet een snoekje. Het laatste half uur heb ik nog een stuk of 15 baarsjes gevangen aan mijn streamertje. Geen snoek gezien en de baarsjes waren niet groter dan 20 centimeter. Net toen ik mijn aas wilde wisselen, liep ik vast aan de bodem. Dus mijn streamertje, hij rustte in vrede. Ik ga verder met een twister voor het laatste stukje waar ik net die snoeken ving. En alleen als ik nog iets leuks vang, dan meld ik me. Ik reken er eigenlijk niet op en bovendien heb ik honger, wil naar huis. Tot de volgende keer. Het staat een lekker briesje. Dus ik ga nog snel even 2 uurtjes vissen voor het eten. Met deze shad van 11 centimeter. Kijken of de snoekjes trek hebben. Nou, het is hard werken vandaag met windkracht 5, maar uiteindelijk toch een snoekje. Nou pakken we toch een dikke duur vis hoor. Het kan een stuk beter, maar je kan maar tevreden zijn hè. Na anderhalf uur klunen op een hele lastige oever, waar ik weer op een plaat ben gegaan, toch nog een tweede snoekje. Ze zijn niet groot hier, maar goed, ik heb wat te doen. Ze houden me in ieder geval bezig. 5 minuten later een leuke verrassing op mijn shed. Boeibaars. Geen monster. Maar wel heel mooi. Ook belangrijk. Ik gooi mijn baars terug. En meteen daarna een worpje op precies dezelfde plek. En deze. Leuke aanbeet. Een beetje weer dezelfde vis als net. Ze zijn allemaal zo'n beetje even groot hier. Dezelfde jaargang kennelijk. Helemaal terug. Hij is een beetje geschrokken denk ik. Blijft rustig liggen hier in het wier.
Ik zal hem even een zetje geven. Daar gaat hij dan. Dat was het weer. Geen bijzondere vis gevangen, maar wel even lekker buiten geweest. En nog lekker gevist ook. Volgende keer ga ik weer wat langer.